Ik heb het idee, dat is een beetje uit mijn eigen praktijk, als ik werk met mensen met spreekangst, als er iets zit in de moederslijn dat mensen de wereld spannend vinden. Ja, Klopt dat? dat klopt. Dat klopt. Dat is een uitspraak van Hellinger, hè? Bijvoorbeeld, Hellinger heeft al gezegd: de groep is de moeder. Dus op het moment dat je in een sociale context bent, bijvoorbeeld in een groep, en hoe groot of klein die groep ook maar is, dan zien we dat daar heel snel de primaire, allereerste hechtingspatronen geactiveerd worden. Dus zodra de ene mens de andere mens ontmoet, gaan daar eigenlijk alle signalen af die we kennen uit die eerste primaire hechtingsrelaties. Met moeder, ja. Met de moeder, en ik zeg natuurlijk met de moeder, en dit heb ik al een paar keer gezegd, en lijkt het net alsof we de vader vergeten of dat die er niet toe doet. Dat is natuurlijk niet waar. Maar het is wel een andere hechtingsrelatie met de vader dan met de moeder. Ja, want als de hechtingsrelatie met vader niet goed gaat, wat zijn dan meestal de effecten? Nou, bijvoorbeeld dat een mensenkind zich dan bijvoorbeeld niet makkelijk los kan maken van de moeder. Want wat je ziet is dat eigenlijk die allereerste hechtingsrelatie met de moeder, dat is een allereerste ook een biologische twee-eenheid. Daarna in de manier van voeden, in de manier van bij het lichaam dragen, is nog steeds heel erg op één persoon gericht. En de volgende beweging is dat die twee elkaars tegenover zijn, dat het kind en de moeder in de spiegeling van geluidjes en oogcontact enzovoort elkaars tegenover zijn. En de derde beweging is dat de moeder het kind helpt om naar buiten te kijken. Dus ook naar een ander. Dus ook in contact te brengen met de vader. En dit is een beweging die de moeder moet supporten. Maar die kan de moeder beter supporten, of die wordt zelfs uitgenodigd om die te supporten, als daar een relatie is met een derde. Dus bijvoorbeeld bij voorkeur met de vader van het kind. Waar dat een liefdevolle, warme, veilige relatie is, zal de moeder niets liever doen dan dat kind ook naar buiten richten en ook in relatie tot de vader brengen. Maar als de vader afwezig is, om welke reden dan ook, soms door de moeder over de rand van het nest gekieperd, noem ik het wel eens. Hè? Ja. Het ligt echt niet altijd aan de vader of zo, hè? Het ligt soms aan de totale dynamiek tussen mensen. Als die er niet is, zie je heel vaak dat mensen niet echt goed los kunnen komen van hun moeder. Want die volgende beweging is om de oversteek te laten maken. En het is dus van ongelooflijk groot belang dat die relatie tussen de vader en de moeder een goede relatie is. Zodat het kind kan oversteken. Zodat het kind kan oversteken, zodat de moeder het kind support in de oversteek, zodat de vader uitnodigend is in die oversteek. Dat is van heel groot belang. Ja, want als een kind niet heeft leren oversteken en hoe uitzicht dat dan later als iemand volwassen is en de wereld ingaat? Ja, onder andere ook soms, en je hebt het al over die spreekangst, hè? Onder andere ook soms in zich tonen, hè? Zichtbaar maken. Onder andere in de wereld ingaan. Het is heel vaak een beweging die vaders dan weer makkelijker maken dan moeders. Dus het klinkt heel traditioneel wat ik nu zeg, hè? Dus ik ga toch maar even het zo ongenuanceerd traditioneel zeggen. Dat het bij de hand genomen en de wereld verkennen, bij de hand genomen worden en de wereld verkennen, dat is een hele belangrijke beweging. Als een moeder bijvoorbeeld meer thuis is met kleine kinderen en een vader even erop uitgaat en een kind meeneemt de buitenwereld in, dat lijkt een soort van weinig betekenis te hebben, maar dat heeft een enorme betekenis. Dus die oversteek maken en Ja, ja. en omgekeerd kan ook, hè? Dus laat ik daar duidelijk over zijn. Het kan ook zijn, hè, dat de moeder een kind meeneemt de buitenwereld in en de vader thuis blijft. Hè, maar dan gaat het over een taakverdeling die je met elkaar overeengekomen bent.